43, dat is toch wel erg hoog, of niet? Of is dat normaal? Ik heb van die dokter zelf gekregen voor de keel, maar volgens mij is het verkeerde. Dat is toch niet goed voor de keel? Trek zelf. Dokter Bernard, u moet me zeggen, hoe gaat het met hem nu? Dokter Bernard, ik kan alleen maar bidden voor hem. Welkom bij aflevering 13 van Hanische. Hebben jullie nooit zin? Ik ben er ziek van geworden. Ik ben niet in de stemming hoor. Koude rillingen heb ik ervan. De dokter is naar weg. Hij zei tegen me dat ik een leuke hobby moest gaan zoeken. Postzegels of voetbalplaatjes speuren. Dan kun je de speulers die af en toe geen inzet tonen achter het behang plakken. Zo kan het niet langer. Ik zie geen strijd. We zullen moeten veranderen van clublied. Weer trekken wij het aan strijden, dat kan niet. Maar dat doen ze toch niet. Terugblik. Het was niet om aan te gluren. Of je worstlust. Stel je mooi te kijken naar die Hans Worsten. Die Brian Schmeet van Hully, die was top. Man van de wedstrijd. Die had er wat zin in. Die Osse Worsten waren stukken beter als die Hema Worsten van ons. Hebben ze zaterdag ook nog de klok een uur teruggezet in de tijd. Wat zal die sponsor van de klok logisch geschrokken zien? Favoriete speulers, daar was er maar één. Brian Schmeets, hij maakte er 2 en hij strooide ook nog mooie paasjes. Maar hij zat niet bij ons, dat was het ergste. Tegenstander Fortuna Sittard voor de beker en AZ Jong voor de competitie. Jullie kunnen een hoop goed maken als je van Fortuna wint. Johan Derksen zei dat we gingen winnen. Ik zou zeggen, laat het maar zien en niet zo'n slappe hap. Als jullie winnen van Fortuna en AZ, zal ik weer proberen om uit bed te komen. Anders wordt het een winterslaap bij de panda's van Marcel Boekhoorn. Nou, hou je en de volgende keer maar weer. Dan hoop ik wel dat ik een beetje opgeknapt ben. Nou, Jack en speulers, als je een fruitschaal wilt sturen, ik hou niet van oliepitjes erop.